Deze nieuwsuitzending die gaat over Immanuel Kant en zijn hoofdwerk Kritiek der reinen Vernunft en Evolutie. Het lijkt mij een mooie verzameling van onderwerpen. Ik kom hierop doordat ik van Marco, en die kennen jullie wel, daar heb ik al veel uitzendingen mee gemaakt. En iets van 10% van de uitzendingen die we gemaakt is, die staat op internet. Daar heb ik een playlist van op mijn website. Hoor je Marco aan het woord. Marco die discussieert graag met mij. En hij stuurde mij een link van, zullen we het hier over hebben? Ik ga nou even kijken wat het is, hè. En wat ik dan zie is een zaal vol met mensen. Een podium met bijna een half decor. En een vrolijke man met zo'n headset. Zo'n microfoontje bij zijn mond. Dus hij kan in de rondte lopen, zo draadloos. Maar die begrippen toch de oude hoeren? Punt 1, die man was een wetenschapsfilosoof. En mijn aansteker is op. Een teken van God dat ik ook moet stoppen met roken. Oh, dit is mijn 6e dag dat ik niet ga drinken. En morgen ga ik ook niet drinken. Mijn wiet ga ik niet meer kopen. Rotzooi. En ik weet niet of ik ooit nog alcohol ga drinken. Ik zou niet weten waarom. Ik ben klaar om de muziek onder ogen te zien. To face the music. Even kijken of de wereld daadwerkelijk zo'n grote puinhoop is als ik vermoed. Kan er nou wel tegen? Wetenschapsfilosofie, voor dat vak heb ik een 4 gehaald. En dat vond ik niet meer dan logisch. Want die wetenschapsfilosofen die beweren dingen, dat kan helemaal niet. Toen was de afdeling filosofie bij de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Het heet nu de Radboud Universiteit. Maar toen nog de KUN. Dan had je de afdeling wetenschapsfilosofie. En dat bestond uit een professor. Die heet Ton Derksen. En uit één medewerker. En die gaf ook college. En tijdens een college, dat bestond uit 2 delen, 2 keer 3 kwartier. Dan kreeg je een kwartier koffiepauze. En ik stap op die dame af en ik zeg, heb ik het nou goed begrepen dat jij net insinueerde dat er ook mensen kunnen zijn van 1 millimeter groot? Ja, zei ze. De wetenschap heeft nog niet aangetoond dat dat niet zou kunnen. Oké. Ja, dat betekent dat kabouters dus ook kunnen bestaan. Want een kabouter, hoe groot is een kabouter? Ja, kabouters die hebben ook hele kleine huisjes. En hele kleine fornuisjes. En hele kleine koekenpannetjes. En dan maken ze kabouterpannenkoeken. Ja, dat is zo. Alleen die huisjes, die staan in het bos. En die kan niemand vinden. Maar ze zijn er wel. Ja, ja. En toen ik een 4 kreeg, dan dacht ik van, ja, mooi zo. Het enige waar ik zin in had, was dat boek van Ton Derksen.
Met als een welluidende titel, Wat is wetenschap waard? Vraagteken. Het hele boek slaat helemaal nergens op. Want wat is wetenschap waard? Wetenschap is een methode. Een methode waarbij het gaat om zorgvuldigheid. Dat je blanco proeven doet, bijvoorbeeld. En je bent bezig om te onderzoeken waarom bepaalde mensen een bepaalde afwijking hebben. En dan denk je, nou, dan ga ik het bloed van die mensen afnemen. En dan ga ik dat bloed ga ik testen op het gehalte aan stikstofmonoxide. Zo, noem maar wat. Want ik denk dat dat de boosdoener is voor die ziekte. Ja, dat kan je wel doen. Maar dan moet je ook volstrekt gezonde mensen moet je bloed afnemen. En kijken hoeveel stikstofmonoxide in het bloed zit van gezonde mensen. Dat is wetenschap. Het andere ding van wetenschap is dat je gegevens die je uit je metingen hebt verzameld, dat je die niet gaat lopen filteren. In de zin van, oh ja, maar die, nou, die laten we maar weg, die gegevens, want daar is iets misgegaan. Namelijk, want die gegevens kloppen dan niet, of die metingen kloppen niet met jouw model. Dus die schuif je maar even buiten boord. Zo is bij de Verenigde Naties ook de mythe de wereld ingeslingerd, dat als je partner rookt, dat jij dan ook longkanker kan krijgen. Nou, dat hebben ze als volgt gedaan. Ze hebben geld ter beschikking gesteld aan instituten van ga eens even onderzoeken naar de gevolgen van passief roken. En alle onderzoeken die aangaven van nou, er is niks aan de hand. Ja, die zijn verdwenen in de onderste la. En de overgebleven onderzoeken die zijn dan met veel bombarie de wereld ingeslingerd. Ja, zo kan ik het ook. Het heet manipuleren van gegevens. En je mag wel filteren. Natuurlijk mag je filteren. Maar niet op die manier. Je kan wel zeggen, alle data die eruit komt, daar neem ik de logaritme van. En daar maak ik een statistische analyse van. Moet je ook voorzichtig mee zijn, maar in principe mag dat als je het me eerlijk vertelt. En iets van de beargumentatie erbij, waarom je dat doet. En in dat opzicht had de Verenigde Naties moeten zeggen van nou, we hebben allemaal onderzoeken gedaan naar passief roken. En de onderzoeken die aangaven dat er helemaal niks aan de hand is, die hebben we terzijde geschoven. En wat we overgehouden hebben, zijn die onderzoeken waar het blijkt dat. Met longkanker precies hetzelfde hoor. Door het roken zelf dan. Hè? Er is een onderzoek gedaan onder, dat was in Nederland volgens mij. Het was toen een hobby van veel mannen om vogeltjes te houden. Mijn opa die deed het ook, kanaries in huis. Dan heb je van die wedstrijden, nou, wie heeft de mooiste kanarie? Nou, vogels in huis houden is niet het beste idee. Want in de vacht, in de verenvacht van een vogel, er zitten schimmels in. Van nature kan die vogel niks aan doen. Maar die schimmels zijn voor jou niet zo fijn. Die schimmels die scheiden pollen uit. En die pollen komen in je longen. En daar gaat het een beetje lopen etteren. Ja, dan kan je hele vervelende reacties van je lichaam op krijgen. En in dat onderzoek bleek dat de correlatie tussen het houden van vogels en het roken, in vergelijking, dat de correlatie van het houden van vogels in de woonkamer, of in huis, dat was in dat onderzoek de meest bepalende factor. En niet het roken. En zo zijn er nog wel meer. Op pakje check staat nu van 9 van de 10 longkankergevallen worden veroorzaakt door roken. Ja, dat kan je niet zomaar zeggen, want in Nederland rookt
meer dan 30% van de bevolking. En er zijn veel meer factoren waardoor je longkanker kan krijgen. En longkanker, wat is het eigenlijk? Het is een versclerotisering van het longweefsel. En als dat niet maligne is, en maligne betekent dat het verspreidt, en ja, dan gebeurt er verder niks. Mijn vader had een beninje, zo'n goedaardige, maligne betekent kwaadaardig. Een beninje longkanker, ja, het is jammer. Het komt nooit meer goed. Het is allemaal een soort van littekenweefsel. En je lichaam grijpt in tegen die schimmel of wat er maar aan de hand is. En dan wordt zo'n levende celgroep in je longweefsel, dat verscleroticeert, dat betekent versteend. Ja, dan ben je een stuk longcapaciteit kwijt. Mijn vader hebben ze toen opengesneden en dat verscleroticeerde stuk eruit gehaald. En toen kreeg mijn vader een infectie met MRSA. Dat is een ziekenhuisbacterie. Die is resistent tegen elke antibiotica die bekend is. Elk antibioticum dat bestaat, daar is het ongevoelig voor. Even mijn aansteken weer proberen. Ja, op een klein beetje. Als dit pakje check op is, dan stop ik met roken. En mijn vader was 3 weken, 4 weken daarna was hij dood. Niet overleefd. Het ziekenhuis heeft er wel veel geld aan verdiend. Dat wel. Ja, ik was mijn vader kwijt. Het is onwetenschappelijk wat die mensen doen. Ik heb aan die arts van de IC, nog de intensive care unit, nog gevraagd. Want hebben jullie, hebben jullie een biopsie gemaakt? En dat betekent dat je een holle naald even erin doet en een beetje weefsel uit die... Het was zijn rechter longtop die waar wat mee aan de hand was. En dan trek je dat weefsel eruit en het zet je op kweek. En dan kijk je of het beninje is, goedaardig, of maligne. En beninje hoef je niks aan te doen. En dan zei die man, nee, dat hebben we niet kunnen doen, want de situatie was dermate alarmerend dat we onmiddellijk moesten ingrijpen. En we hadden geen tijd om nog 1 à 2 weken te wachten. Terwijl mijn vader in die dagen, daar ging het weer prima mee. Hij rookte weer, dronk weer koffie, stond iedere ochtend om 6 uur op. Maar volgens de artsen was er sprake van onmiddellijk gevaar. Ik zei ja, maar toen je hem geopereerd hebt, toen heb je die longkwap eruit gehaald, of niet? En daar heb je toen een weefsel op kweek gezet. En die arts zei, oh ja, nou, ik zal even kijken hoor. En toen kwam hij teruglopen en toen riep hij vanuit de gang. Die asociale eikel. Dat mag ik toch zeggen. En die riep van 10 meter afstand. Ik zat er met mijn tante Irene en die vond het ook een hele geldige vraag. Die heeft haar hele leven gewerkt in de wetenschap. In de medische wetenschap. En dan riep hij over de gang. Ja hoor, het was maligne. En hij draait zich om en loopt weg. Hij gaf niet eens een hand. Het gesprek was afgelopen. Ja, dat is onwetenschappelijk. Die man had terug moeten komen met het dossier. Van hier staat het. Kijk, dus... We hebben het toen op kweek gezet. En na zoveel dagen zagen we die vorm. En dat was het maligne. En dan een stempel erop van het onderzoeksinstituut. Kijk, dat is wetenschappelijk. En wetenschap zie je overal terug. Neem het rioleringsstelsel. Iedereen zit in Arnhem lekker een beetje te...
En dan gaan we weer de wasmachine aanzetten. En dan gaan we weer afwassen. En dan gaan we de ramen lappen. En wat allemaal in de gootsteen. En ja, waar blijft dat spul? Hier in Arnhem is het complex hoor. De waterzuivering die zit aan de andere kant van de rivier. Aan de andere kant van de Rijn. Ja, doe het maar even. Hetzelfde geldt voor de riolering van het regenwater. Dat moet allemaal gedimensioneerd worden. Daar moet je zwaar voor rekenen, jongen. Dat is wetenschap. En wat is dat waard? Ja, jij mag het zeggen. Kan jij je een Arnhem voorstellen zonder riolering? Waar laten we dan die stroom? En dan kan je zeggen, nou dat is heel makkelijk, dan maak je gewoon hele grote buizen en dan kan het altijd doorheen. Ja, dat is veel te duur. Dus je moet weten hoe dik die, wat de diameter moet zijn van die buizen. En dan heb je dus van die buizen bijvoorbeeld bij de geitenkampen, en dat hoeft dan niet zo dik te zijn, maar dat wordt dan samengevoegd met die buizen uit, noem het maar die andere plekken. En dat komt samen in weer een nieuwe buis en die moet een stuk groter zijn. Ja, en hoe moet zich dat verhouden? Dat is wetenschap. Iets met hydraulica. Stromingsleer. Dat is wetenschap. En het werkt als een tierenlier. En wat is dat waard? Ja, de samenleving. Alles wat je hebt. Dus ik woon hier in een flatgebouw. Dat is gemaakt in de jaren 60 of zo. Dat staat nog steeds keihard overeind. Dit gebouw is 60 jaar oud. Maar ik ben niet bang dat het instort. Nee, want het is met wetenschappelijke gegevens in elkaar gezet. Het is een goedkope flat, dus het is helemaal niet helemaal duur of zo, maar wel goed gebouwd. Dat is wetenschap. En wat is dan wetenschapsfilosofie? Ja. En het boek van Ton Derks, dat trekt dan de waarde van de wetenschap in twijfel, want zijn hoofdthema is dan dat er was een theorie over aardschollen. Dus dat het aardoppervlak, dat bestaat uit schollen, een soort van schijven of tektonische platen. En dat die dan schuiven en dat daarmee verklaard kan worden dat de oostkust van Zuid-Amerika qua vorm past in de westkust van Afrika. Nou, kijk maar even op de kaart en dan snap je wat ze bedoelen. Dus vroeger zaten die twee continenten tegen elkaar en die zijn uit elkaar gedreven. Ja, en er zijn weer andere mensen die zeggen, ja dat kan helemaal niet. Ja, dus wat is het dan? Nou, die kritiek is niet op wetenschap. Die kritiek is alleen maar dat die mensen iets proberen te verklaren wat ze niet kunnen verklaren. Meer niet. Dan kan je daarmee niet zeggen dat de wetenschap niks waard is. Want Ton Derks die zat er op de 16e verdieping van het Erasmusgebouw. En die gaat toch ook elke dag even naar het toilet. En dat is wetenschap waard. Het boek van Ton Derks, hou maar op. Het wetenschapsfilosofie, dat krijgt voor mij voor niks. Het heeft helemaal geen enkel. Het heeft helemaal geen doel. Het is zeuren tegen. Want ik wil niet alle wetenschappers die zich wetenschapper noemen, de hemel in prijzen. Er zijn genoeg wetenschappers die daadwerkelijk hele fantastische ontdekkingen hebben gedaan. Ik ga even een beetje lopen rommelen. Moet ik even mijn gastank erbij pakken. Ja, en deze man, op die film van Marco, dat was een wetenschapsfilosoof. En dat was zo'n geëngageerde spreker, die zo een beetje heen en weer loopt en met een gemotiveerde stem spreekt, net alsof hij Emil Ratelband is. En die begint er zo van, ja, elektromagnetische golven, elektromagnetische veld. Kennen jullie je Tesla? Ik denk het niet, hè. Ik denk, jeetje. En verder niks over Tesla, hè?
kennen jullie Marconi? Nou, dat denk ik wel, hè. Ja, dat is een uitvinder van de radio. En ga dit en weer naartoe. En dan maakt hij ineens een link naar de maanlanding. En ik weet dat Marco is een, ja, die vindt de these dat de NASA zo slim was om wel al het geld te incasseren. En het enige wat ze daarvoor teruggaven, dat waren een aantal televisiebeelden en wat foto's. Zo. En dan vraag ik aan Marco over, ja, wat hebben ze nou ontdekt op de maan? Oh, zeg Marco, hele belangrijke dingen. Ik zeg, maar welke dingen dan? Oh, ze hebben stenen mee teruggenomen. Ik zeg, ja. Maar een van die maanstenen die aan Willem Drees is gegeven, dat was versteend hout. Ja, maar wil je nou zeggen dat het één grote samenzwering is? En dan zeg ik, ja. Nou, samenzwering, dat had twee positieve effecten. Het ene effect was dat iedereen dacht van, oh, de Amerikanen kunnen naar de maan. Oh, de wereld is veranderd. Dat is ook altijd leuk. Hè? En het andere effect is dat je ongelooflijk veel geld binnenkrijgt. Terwijl de productiekosten van het filmmateriaal... Een tiende van de kosten. Ja, en dan kan je 90% in je eigen zak stoppen. Als organisatie. En dan netjes verdelen onder de vriendenclub. En ons uitlachen. En dan liet die man, die wetenschapsfilosoof, dan een stukje zien waarin je ziet dat Neil Armstrong de eerste voet zet op de maan. Maar die opname is gemaakt... door een camera, dat was een televisiecamera, een videocamera. En die camera die stond op een hoogte van 1 meter 70 of zo. En denk ik, ja, wie heeft die camera daar neergezet? Dat mag ik mij toch afvragen. Ja, dat weet Marco dan ook niet. Maar er zaten twee mannen in die maanlandingsmodule. En die andere heette Buzz Aldrin. Dus Buzz Aldrin was de eerste man die voet zette op de maan om die camera op te stellen... En dan te filmen dat Neil Armstrong de eerste man is die op de maan ging staan. Dat lijkt mij de enige verklaring. De andere verklaring is dat ze in de maanlandingsmodule een soort arm hadden. Die naar buiten klapte en dan een stuk omlaag ging. Dan moet je met een elektromotor of een servomotor moet je dat besturen. Want die moet wel eventjes gericht worden. Een beetje kantelen, een beetje draaien, een beetje hoger, een beetje lager. Stukje naar achter, stukje naar voren. Ja, Neil, kom maar naar buiten. De camera staat klaar. Ja, dat was er helemaal niet. Maar. Ga dan weer. Had ik al gelijk de tranen in mijn ogen van, oh nee, niet weer over de maanlanding. Nou, dat ging er dan om dat de elektromagnetische golven, dat die ook door een vacuüm kunnen reizen. Ja. Blijft op zich ook nog een raar verhaal. Misschien is er wel helemaal geen vacuüm. Dan gaat het om ether, wat ze vroeger noemden. Het gaat om een materie die je niet kan meten, anders dan dat je er een dat je kan zien dat de elektromagnetische golven die kunnen zich voortplanten door vacuüm en een golf kan niet echt door een vacuüm gaan. Zouden elektromagnetische golven zouden de enige golven zijn die door vacuüm kunnen? En de rest heeft allemaal een medium nodig.
Dat is een grote discussie. En dan de maanlanding erbij halen. Ik denk, nou, okay. En dan vooral dat filmpje waarop je kan zien dat, dat het Buzz Aldrin geweest moet zijn. Die de eerste mens was die zijn voet zette op de maan. Of Neil Armstrong ging als eerste naar buiten. Die heeft die camera opgesteld. En heeft die op record gedrukt. En toen is hij weer naar binnen gegaan. En toen is hij naar buiten gelopen voor de tweede keer. Dat kan ook nog. Maar wat je ziet is niet het moment dat de eerste mens voet zet op de maan. Punt. En nee, ik overdrijf niet. Het is gewoon een kwestie van logica. Nou, toen had ik hem al hangen. Ik denk, nou, dit gaat niet lang duren. Wat een gezeur over elektromagnetische golven. En toen zei hij, zo even en passant, van ja, wij zijn wezens die zijn geëvolueerd. Ik denk, ja, nu ga je helemaal. Toen heb ik hem stopgezet. Ik heb ook niet gereageerd op die mail. Het wordt een ongelooflijke discussie, want Marco is er behalve een maanlandingsfanaat, gelover, maar is hij ook evolutie geloven. En evolutie slaat helemaal nergens op. Ja, het is vloeken in de kerk. Het is wel zo. Als je aan een evolutionist vraagt van hoe zijn mensen ontstaan, dan zeggen ze ja, eerst had je apen. En die apen die gingen dan strijden om de beschikbare ruimte en de middelen, zullen we zeggen, middelen van bestaan. En de slimste apen, die wisten dan de bananen van die andere apen, ja, die bananen te pikken voordat die andere apen ze konden eten. Dus die andere apen, die zijn allemaal doodgehongerd. En die slimste apen, dat werden mensen. Doordat ze de bananen jatten van die andere apen. Dus het waren de asociale apen. Die wisten te overleven. En dan vraag je aan zo iemand, hè, zoals Marco, over, ja, maar van welke soort apen dan? Bonobo's, orangutans, gorilla's of chimpansees? Al meer apensoorten ken ik niet. En volgens mij kan een bonobo niet echt gaan wipperen met een orangutan. Wordt geen succes nummer. Je kan het wel doen als je wil, maar dat is in het echt niet gebeurd. En vaak weten ze dan geen antwoord. En willen ze over wat anders gaan praten. Want dan weten ze het niet meer. Jere, dat weet ik niet. Nee. Waarom weten we dat nu nog steeds niet dan? En het hele gedoe dat wij van de apen afstammen, dat idee komt uit de 19e eeuw. Ja, we zitten nou in de 21ste eeuw. En welke apensoort dan? Nou, stel dat je nou zegt, wij stammen van de bonobo's af. Dat is in die zin aannemelijk, omdat het DNA van een bonobo meer dan dat van de gorilla en meer dan dat van de orangutan en de chimpansee lijkt op het menselijk DNA. Ja, maar het DNA van een hond lijkt ook heel veel op dat van een mens. En dat komt omdat die lichamen, die hebben basisfuncties, dus een hart. Een aap heeft een hart, en die heeft een bloedsloop, bloedsomloop, en nieren, en lever, en een maag, een poepgat, en een eetgat, en longen, en hersenen. Apen kunnen denken, die kunnen redeneren. Niet veel, maar een klein beetje wel. Een aap kan je gebarentaal leren, bijvoorbeeld. En dan kunnen ze zeggen of ze iets lekker vinden of dat het niet lekker is. Ratjes kan je leren lopen door een doolhof. Dus dat DNA lijkt op het menselijk DNA, ja, dat zegt niks. Dat wil niet zeggen dat wij van de ratjes afstammen of de apen. Dat zegt gewoon niks. Maar stel, we stammen van de bonobo's af.
Ook wel apart dat ze met die bonobo's komen, want bonobo's, die hebben een seksuele moraal, jongen. Jezus. Ze zeggen van paus Alexander VI dat hij een seksuele moraal had die te walgelijk voor woorden was. Die hield orgieën in het Vaticaan. Liet die blote jonge vrouwen nootjes eten en die mochten ze niet met de hand pakken. Nee, die moesten ze met de mond van de grond in de mond nemen. En dan op handen en voeten. Maar kan je je voorstellen? De hoofd van zo'n mooie jonge vrouw. Die zit vlak bij de grond. Die probeert een apennootje te pakken. Ja, en waar hangt haar kont? Ja, die hangt in de lucht. Nou, allemaal van die aristocratische jongens. En de wedstrijd was van wie weet de meeste te palen. Ja, dat is de bonobo. De bonobo manier van denken. Even een klikje geven. 1 seconde. Daar kan ik zo op reageren. Ja, en dan ga je vragen, waar stammen de bonobo's vanaf? Ja, van de halfapen. Ja, maar waar stappen de halfapen dan vanaf? Ja, en uiteindelijk kom je dan uit van ja, dat komt allemaal van de eencelligen. Ja, ja. Maar waar stappen de eencelligen dan vanaf? Ja, van DNA. Ja, maar waar stamt DNA dan vanaf? Ja, van de moleculen. Ja, maar waar stappen de moleculen dan vanaf? Ja, van de atomen. Ja, waar stappen de atomen dan vanaf? Ja, van de atomaire deeltjes. En waar stammen die atomaire deeltjes dan vanaf? Want je moet helemaal terug naar het niets. En dan worden ze meestal chagrijnig. Met Marco had ik dan ook zo, dat we de hele keten af waren gegaan. Ik zei, ja, dan stam jij dus af van de subatomaire deeltjes. Nee, zegt Marco. Want de Big Bang heeft nooit plaatsgevonden. Alles was al zoals het nu is. Dan denk ik, ja, waar is dan de evolutie? Ja? Ja, als alles er al was, was dus geen Big Bang. Ja. Waar komt dan die hele wereld vandaan? Het is helemaal niet geëvolueerd. Dus. Evolutie kan niet. Nou, nu naar Immanuel Kant. Die heeft in zijn kritiek de reine vernunft. In het voorwoord bij de tweede editie. Die heette editie B. Een herschreven versie. Want iedereen vond editie A te moeilijk om te begrijpen. Nou, die heeft hij bij de tweede editie dan een voorwoord geschreven. En daarin staat. Als voorbereiding op het hele werken. Dus moest ik het weten opheffen. Om ruimte te maken voor het geloof. Kant was een religieus iemand. Het was geen kerkganger. En dan zeer zeker geen katholiek. Want die katholieken die zitten aan de andere kant van de slinger. Want die beweren dat ze van alles weten van God. En dat kan niet. Dus als iemand tegen jou zegt van ik weet dat God op donderdag altijd vrij heeft, dan kletst hij uit zijn nek. Ja, de katholieke kerk die beweerde dat als je had een familielid en er was overleden, dat zo'n iemand dan in het vage vuur terechtkomt, de purgatory op zijn Engels. En dat is ook niet leuk. En dan heb je nog 2 mogelijkheden. Of je gaat naar de hel, of je gaat naar de hemel. Maar als de familie nou voldoende geld op tafel legt, dan gaat de medewerker van de paus, die gaat Urbi et Orbi roepen. Of zo, of iets anders in het Latijn. En dan gaat hij naar de hemel. Maar dan moet je wel wat cent op tafel leggen. Ja, dat is kennis van God. Hij heeft alleen maar een economisch doel, snap je? Nou, dat je het even weet. Kant was een religieus iemand.
Dat schoot Marco, toen ik erover begon, helemaal in het verkeerde keelgat. Hij hing ook gelijk op. Hij zei, oh, ik moet naar bed. Hij moest helemaal niet naar bed, maar hij had genoeg van het gesprek. Ja, dat heb je met die evolutionisten en maanlandingsgelovers. Die gaan de discussie niet aan. Marco riep nog zoiets, dat wil ik zwart op wit. Nou, daar heb ik hem een link gestuurd van hier heb je het. Een uitgave van de Universiteit van Leuven, de Katholieke Universiteit van Leuven. Ik heb ook Kant geleerd op de KUN, de Universiteit van Nijmegen. Ik heb dat voorwoord bij de tweede editie uit het Duits moeten samenvatten, in het Nederlands gelukkig. Maar wel dat Duits, ik had een Duits-Nederlands woordenboek, dat is wel nodig ook. En Kant is uit de tijd dat men schreef heel in mooie volzinnen. Een komma dit, komma dat, komma zus en dan nog een streepje. Komma, van die zinnen en dat is een hele alinea, man. Jeetje. Dus ik ken dat voorwoord en dat klopt helemaal. Dat klopt totaal. Je krijgt daar niks tussen, maar dan moet je het wel lezen. Ja. En dan constateren dat Kant gelijk heeft. Hey, wetenschap volgens Kant is precies zoals ik erover denk. Dat is hartstikke waardevol. Dan kan je gebouwen meemaken en paard- en wagensystemen verzinnen. En dan moet je weten hoe dik die wielen moeten zijn. En dan kan je wegen mee aanleggen. Iets als land meten, dat is wetenschap. Er moet een weg komen van Koningsbergen, waar Kant woonde en les gaf, naar Neutsberg of zo. Ja. En dan moet je toch weten hoe lang die weg is. Voordat je weet wat het gaat kosten. En daarvoor moet je land meten. Dat is een studie op zich hoor. Moet je trianguleren. Ingewikkelde wiskunde ook nog. Daar was Kant helemaal voor. Maar het is alleen maar wetenschap. En meer niet. Je kan daaraan niet afleiden hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Het enige wat je bestudeert is de verschijning van de werkelijkheid zoals die op ons overkomt. Die erscheinung. En de rest, dat noemt Kant, dat wat buiten de verschijning valt, of achter de verschijning zit, dat noemt Kant ding aan zichzelf. Wat gelijk staat aan God, de God van de Bijbel. Die kan je niet kennen. En laat het nou ook in de Bijbel staan. Abraham, of Mozes. Nee, dat was. Wat is nou Mozes? Nou, een van die jokers uit het Oude Testament. Die zag een braambos in de fik vliegen. En hij dacht, wauw. God is. Maar hij heeft God niet gezien. Nee, hij zag een braamstruik of een braambos in de fik vliegen. Zomaar het niets. Dus God is aanwezig. Concludeerde Abraham of Mozes. Ik dacht Mozes. Ik heb God een keer gezien. Ik dacht dat ik hem zag. Het was niet zo'n leuke ontmoeting. God zei tegen mij, ja, in mijn hoofd, hè, hoorde ik een stemmetje. En die zei, rot op, ga aan je werk. En laat mij maar rust. Staar niet naar mij, maar sta naar je eigen sukkel. Of moet je nog meer kwijtraken? Ik was toen het een en ander kwijtgeraakt. Mijn vriendin en mijn schoonfamilie. En het hele beeld van de toekomst die ik met haar zou gaan doorbrengen. Alles was in één keer weg. Maar als een God wil je nog meer kwijt wil raken, ik vind het best doen. Maakt mij geen donder uit. Want jouw leven interesseert me helemaal niks.
Ik heb graag dat je je werk doet. Ja. Hou op met janken. Dat bewijs zal ik nog wel een keer op het internet zetten. Zit ook goed in elkaar. Dus mijn ervaring met God. Die klopt. Naar mijn mening. Oh, wat was ik geschrokken. Ik had van die grote schetsboeken. En ik was bezig met het ontwikkelen van een computerprogramma. Dat is inmiddels af. Dat is wel goed. Dat is wel tof. God kan je, van God kan je geen kennis hebben. Je kan alleen maar kennis hebben van de wereld. Schopenhauer heeft het na Kant heeft hij het begrip DAS, ding op zich, ding aan zichzelf, een ding aan zichzelf. DAS, das, dus het. Wij zullen zeggen ding op zichzelf. Ja, daar kan je een studie van maken. Van de erscheinung. En dat wat Kant DAS noemt, dat noemt Schopenhauer de wil. En dat wat Kant dan de erscheinung noemt, dat noemt Schopenhauer de objectieve werkelijkheid. Ja, dat kan allemaal. We willen van de objectieve werkelijkheid, oftewel de erscheinung, ja, daar kun je een studie van maken. En dan kan je weten dat als je een gebouw maakt wat 20 verdiepingen hoog moet worden, dat je dan eerst een gat in de grond moet gaan graven. Want anders valt hij om bij een storm. En hoe diep moet dat dan zijn? Nou, dan moet je even gaan rekenen. Ja, dat is wetenschap. Daar is niks mis mee. Maar wetenschap heeft een beperkte reikwijdte. Ik zal in het kort proberen uit te leggen hoe Kant erbij kwam. Kant heeft een studie gemaakt van alleen maar met taal. Dus geen experimenten, helemaal niks. Alleen maar taal. En er zijn drie soorten zinnen. Dat zijn declaratieve zinnen, imperatieve zinnen en interrogatieve zinnen. En declaratieve zinnen, die zijn waar of niet waar. Een declaratieve zin is bijvoorbeeld, Perry heeft een nieuwe bril. Nou, dat is waar of dat is niet waar. Een imperatieve zin is, ga naar de keuken. Nou, die heeft geen, je kan niet zeggen dat is waar of niet waar. Dat is een opdracht, meer niet. En een interrogatieve zin, dat is als, is Piet in de keuken? Ben je thuis? Dat is een vraag. Maar vragen hebben geen waarheidswaarde. Alleen maar declaratieve zinnen. En declaratieve zinnen die maken een connectie tussen twee begrippen. Nou, onder de declaratieve zinnen, die dus waar of niet waar kunnen zijn, heb je twee soorten zinnen. Dat zijn analytische zinnen. Die zijn waar of niet waar. En dat kan je bestuderen met een stukje papier en een pen. Of even goed nadenken. En dan weet je of iets waar is of niet. Zonder dat je een experiment hoeft te doen. Zonder dat je het hoeft te controleren. Dat kan je van tevoren bekijken. A priori noemt Kant dat. En je hebt synthetische zinnen. En die leggen een verband tussen twee begrippen. Bijvoorbeeld Perry en in de keuken. Nou, die hebben op zich niks met elkaar te maken. Want ik ben niet altijd in de keuken. Als iemand zegt, Perry is in de keuken. Ja, om te weten of dat waar is, dan moet je even naar de keuken lopen. En kijken of ik daar ben. Dat is een a posteriori. Dus achteraf. Dus synthetische zinnen die een connectie leggen tussen twee begrippen. Die niets met elkaar te maken hebben. Ja, dat moet je controleren. Vroeger dacht men dat alle zwanen wit waren. Dus als iemand zei, een witte zwaan, dan is iedereen, ja, wat een onzin, alle zwanen zijn toch wit? Ja, totdat ze erachter kwamen dat je ook bruine zwanen had en zelfs regelrecht zwarte zwanen.
Maar dat wisten ze in het begin niet. Dus zo'n zin als zwanen zijn wit, dat is een synthetische zin en die moet je controleren. Als je zegt, een tackle is een hond, ja, dat hoef je niet te controleren. Dat is een analytische uitspraak. Je kan niet als onderzoeksding hebben van, ik ga onderzoeken of alle tackles wel echt honden zijn. Maar nu is er één synthetische zin en die is a priori. En die zin heet, luidt, een oorzaak heeft een gevolg. Nou, die zin die kan je niet bewijzen. Als je hem zou willen kunnen bewijzen, dan a posteriori, dan zou je dus een oorzaak moeten hebben die helemaal geen enkel gevolg heeft. Of je zou een gevolg moeten hebben waarvan je weet dat het geen enkele oorzaak heeft. Dat kan niet. Zo'n experiment kan je niet doen. Nou, hoe kan het dan dat die synthetische zin a priori is? Want a priori dat komt toe aan de analytische zinnen. Zoals zaken zijn zaken. Of zaken zijn zaken is altijd waar. Dat ga je niet controleren. En de stelling van Pythagoras, a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat. Ja, dat ga je niet controleren. Dat is a priori waar. Dat zijn tautologieën. Ze weten het dan netjes. Die zijn altijd waar. Daar hoef je geen experiment voor te doen. Ben je maar. Dat doet ook niemand. Hoe kan het dan dat die synthetische zin een oorzaak heeft een gevolg? En een gevolg had een oorzaak. Waar komt die waarheid dan vandaan? Nou, Kant komt met de opmerking van ja, als wij die wetmatigheid niet zouden zien, dan zouden wij niet kunnen waarnemen. Dus doordat wij waarnemen en conclusies trekken, daarmee weet je dat in ons denksysteem die wet zit. Dus die wet zit niet zozeer in ons hoofd, maar die zit in de manier waarop ons hoofd of ons lichaam werkt. Ons lichaam werkt op een bepaalde manier en daarvoor is het noodzakelijk dat die wetmatigheid erin zit. En dus zien wij die wetmatigheid, namelijk omdat wij die wetmatigheid daarvan tevoren hebben ingelegd. Nou, en als dat zo is, dan is alles dus een verschijning, inclusief begrippen als tijd en ruimte. Dus een begrip als tijd, dat zien wij, hè? Van, oh, is het alweer 10 over 3? Oh, die moet ik wel opschieten, zeg. Ja, zo verschijnt de wereld aan jou. Maar is het wel 10 over 3? Wat doet dat toe? Is het niet de hele tijd hetzelfde? In de Bijbel staat dat God dan zegt van ik ben de Alpha en de Omega. En de Alpha dat is de eerste letter van het Griekse alfabet. En de Omega is de laatste letter van het Griekse alfabet. Dus ik ben het begin, ik was er aan het begin en ik zal er zijn aan het einde. Dus voor God is de tijd niet. Dus is de tijd wel? Nee, de tijd is in de verschijning. En niet echt. Nou, en dat opent dan, dan heb je het weten begrensd. Dus het weten is opgeheven als, noem het een panacee. Zo van, als je het maar goed onderzoekt en weet je alles. Nee, natuurlijk niet. Je kan alle schilderijen van Rembrandt gaan bestuderen en
chemische analyses van maken. En dan doe je een hele mooie scan met een foto en dan ga je dat digitaal analyseren. Maar je komt er niet achter of Rembrandt wel een aardige man was. Je kan Rembrandt niet leren kennen door naar zijn schilderijen te kijken en die schilderijen te analyseren en verbanden te leggen. Ja, maar er zijn ook zelfportretten van Rembrandt, hoor. Ja, maar Rembrandt is meer dan hoe hij eruit zag. Had hij een manke linkerpoot, ja of nee? Had hij wel eens diarree? Hoe at Rembrandt wel goed? Dat kan je allemaal niet weten. Kwam Rembrandt wel op de verjaardag van zijn moeder? Of had hij te druk met kliederen? Voor de nachtwacht. Nee, mam kan vandaag niet komen, want ik moet verder kliederen aan de nachtwacht. Daar ga ik heel veel geld mee verdienen. Dat weet je allemaal niet. Je kan Rembrandt niet leren kennen door naar zijn schilderijen te kijken. Je moet die mensen echt ontmoeten. En dan nog, als je iemand ontmoet, dan heb je misschien al 10 keer mee in de kroeg gezeten. Maar heb je hem dan leren, weet je dan wie die is? Je kijkt alleen maar naar de verschijning. Wetenschap is heel waardevol voor het ontwikkelen van elektriciteitsnet bijvoorbeeld. Dat is erg belangrijk. Dat is heel ingewikkeld hoor. Dat is echt niet makkelijk. Neem ze iets als internet. Dat is wetenschap. Maar je verklaart er niet mee waar de wereld vandaan komt. Dat kan niet. En keer dan terug naar de Bijbel. Ja, daar staat dat ook. Wat Kant zegt, staat in de Bijbel. Heb ik het goed uitgelegd? Ja? Ik heb het gehad over Immanuel Kant. En kritiek der reinen vernoemd, waarin hij zegt, ik moest het weten begrenzen of opheffen als almachtige ding, om ruimte te maken voor het geloof. En de andere kant, die Immanuel Kant ook aanpakte, waren die mensen zoals van de katholieke kerk, die dan beweren dat ze alles weten van God. En dat kan niet. Je kan de wil, waar Schopenhauer later mee zal komen, je kan de wil niet leren kennen. Je kan wel de manifestatie van de wil leren kennen. Maar niet de wil zelf. De wil is een transparant. Snap je? En daarmee valt het hele gedoe met evolutie als een plumpudding in elkaar. En waar komt het dan vandaan? Waar komt die idioterie over die evolutie vandaan? Dat is begonnen in de 19e eeuw met Charles Darwin. Die werd op een militaire boot gezet. Van de marine natuurlijk. En dus op zijn marineboot. En Charles Darwin was een teller van de familie Darwin. En de familie Darwin, dat waren hele rare mensen. En die kinderen van hun, dat nageslacht, dat werd geacht om alleen maar te gaan wipper de wipper. Met tellen van de familie Wedgwood, van het servies. Mijn moeder die had dat vroeger. Hartstikke duur, dus van porselein. Dat is heel breekbaar ook nog. Handgeschilderd. Ja, dan weet je al dat het een rare familie is. En dat boek, Origin of Species, daarvan zegt Alan Watt, die staat onder deze uitzending, een linkje. Die man heeft misschien wel 10.000 uur staat hij al op internet. Hij heeft die website van hem, die kan je misschien wel eens zoeken. Die heet Colton Darwin, als een oom van hem. Die heeft die these geformuleerd.
En toen is Charles Darwin, een of ander mislukt neefje, is op die boot gezet van ga jij maar even kijken op de Galapagos-eilanden of je daar wat bewijs kan vinden. Het enige wat Charles Darwin heeft gevonden was dat er een vinkensoort was waarvan hij dacht, ja dat is eigenlijk één soort vink. Maar op het ene eiland had die vink dan een heel ander snaveltje dan op het andere eiland. En Charles Darwin verklaarde dat van ja, op dat andere eiland daar groeien geen bessen. Dan heb je wel heel veel nootjes en dat soort dingen. En zaadjes. Dus dan hebben die vogeltjes zo'n bekje nodig om die nootjes te kunnen kraken. En op dat andere eiland hadden die vinken dat niet nodig. Want daar aten ze bessen. Dat is het enige wat Charles Darwin heeft gevonden in de Erscheinung. En dan even doorfantaseren en dan stammen de mensen van de apen af. Ah. Ik heb hier een boek in huis van Jordan, een Nederlander dacht ik. En dat heet De Causale Verklaring van het Leven. En daarin geeft hij een samenvatting van de bestaande theorieën over de causale oorzaak. Waarbij dan Charles Darwin zegt, of de evolutietheorie van Darwin zegt. Maar ja, het is allemaal toevallig. Het is helemaal niet causaal. Het is per toeval ontstaan. Het had ook heel anders kunnen zijn. Mensen hadden ook 6 armen kunnen hebben en 50 benen. Maar heel toevallig hebben we maar 2 armen en 2 benen en 1 hoofd. 2 ogen en maar 1 neus. 2 oren en maar 1 mond. 2 nieren en maar 1 lever. En 1 kont. En die Jordan, die zegt dan, als je het binnen zijn hoofdstuk, want hij heeft het ook over Lamarck. Is er ook zo een? Nou, dat Lamarckiaanse gebeuren, daar hoor je niks meer van. En dan zegt hij over Darwin, dan begint hij gelijk om even, ja, heden ten dagen. En dan praat je over de jaren 30 van de vorige eeuw. 1930 en verder. Hij zei, in deze dagen is er geen enkele bioloog die zich daarmee bezighoudt, hè, met het ontstaansgebeuren. Er is er geen enkele meer die dat Darwinisme nog mee bezig is. Iedereen vindt het belachelijk. Dat is de jaren 30 van de vorige eeuw. Dat is alweer bijna 100 jaar geleden. Ik heb nog heel even de tijd, maar Die Jordan, die heeft daadwerkelijk experimenten gedaan met embryo's van dieren dan. Hoor. Is toch steeds niet leuk, maar weet ik wel, hamsters of zoiets. En dan nam hij dan zo'n embryo en dan sneed hij een oog, dat wat het oog zou gaan worden. Dus dan moet je eerst even kijken, komen de oogjes en dan zie je uiteindelijk die 2 oogjes. Spinnen hebben dan 8 ogen of zo, maar de meeste wezens, zoogdieren, hebben 2 ogen. En dan haal je dat weefsel, wat later het oog zou gaan worden. Dat snij je eruit, een beetje morbide. En dan pak je een stuk uit de bibs en dan snij je ook zo'n koontje eruit. En dan verwissel je die 2 stukjes. Dan plak je een beetje aan elkaar met biologische lijm. En dan laat je dat ding doorgroeien. En wat blijkt dan? Dat het weefsel uit de bil, wat dan in het hoofd geplaatst is, op de plek waar het oog zou moeten komen, dat wordt dan ook een oog. Ja, niet zo goed als het normaal gesproken zou worden, maar er komt een oog. Dat is aangetoond in experimenten. Ra, hoe kan dat? En Jordan zegt, nou ja, dat kan alleen maar komen doordat een wezen gevormd wordt door zoiets als een veld of een wil. Er is een wil en die wil dat er 2 ogen komen.
En als er dan een tegenslag is in het ontwikkelingsproces, ja, dan trekt zo'n wil niks, is er niks van aan. Het wil. Dus komt er een tweede oog. Koet, koet, koet. Dat moet je niet doen bij een volwassen. Als je bij mij een oog, mijn oog eruit snijdt en dan zet je in mijn kont en je haalt een stuk weefsel uit mijn kont en doe je in mijn oog. Ja, ja, dat komt nooit meer goed. Maar dat komt omdat ik uitontwikkeld ben. Maar tijdens de ontwikkeling kan je dat wel doen. Dus er is veel meer aan de hand met het ontstaan van het leven. En waarom dingen in elkaar zitten zoals ze in elkaar zitten. En dan keer je weer terug naar de Bijbel. Mensen voelden intuïtief al aan. En dan praat je over 3.000-4.000 jaar geleden. Intuïtief voelden ze al aan dat het zo zou moeten zijn. Reuze bedankt voor het luisteren. Ik denk dat ik dit goed heb uitgelegd. Evolutie is onzin. Immanuel Kant heeft gelijk. En wetenschapsfilosofen, die moeten, nou, die krijgen een uitkering. En wat mij betreft een gratis abonnement, want dan zitten ze toch in de uitkering, op de pingpongclub. Kost een paar pingpongtafels, wat pingpongballen en een paar bedjes. En dan mogen ze lekker iedere dag gaan pingpongen. Maar dan heb je er geen last van. In plaats dat ze op podia gaan lopen staan en stomme filmpjes laten zien over een maanlanding met een opname van Neil Armstrong die helemaal niet gemaakt had kunnen worden als hij echt de eerste mens op de maan was. Want wie heeft die camera neergezet? Nou, super bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag kinderen van God.